Ik ben hier bij mijn zoon Jacques, bij Fanny. En Fanny is op dit moment bezig om een pruik, zeg maar, op te maken. Hè? Kun je wel wat vertellen, Fanny, van deze pruik, wat je aan het doen bent? Want je hebt hier ook wat attributen die je er ook bij gebruikt. Ja. Je bent hier altijd op deze manier aan het werken? Ja, hier doe ik al mijn pruikwerk. Oké. Okay. En nou, ik heb volgende week operetten om te verzorgen. Mm-hmm. En daar komt een ballet in voor, dat is de Cancan. Aha. En daar hebben ze dus ja, een beetje netjes, maar toch een beetje wilde pruik. Oké, okay. En dit is dan zo'n wilde pruik die je daarvoor gebruikt? Die ziet er dan zo uit. Oké. Okay. En die moet ik dan opsteken. En mm-hmm. Het is eigenlijk de bedoeling dat dit wat hoger wordt. Ja, ja. En dat die krullen dan mooi aan de zijkant komen. Oh, dat is mooi. Ja. Dus dan krijgen mensen echt een door jou gefabriceerde. Ja. En daar moet ik er dan een stuk of zeven van hebben. Zo. De ballet bestaat uit zeven mensen. Mm-hmm. Nou, het moet een beetje op elkaar lijken. Ja. En zo, als je daar zo ziet, heb ik een heleboel pruiken voor de, ja, voor de loestieke witwe. En ja. Hier heb ik bijvoorbeeld een pruik, die moet een baron op. Oké. Okay. Oh ja, het heel ja, raar, ja. Maar dan moet je ook de kop erbij zien, ja, natuurlijk. Ja, ja. Die mooie karakterkop, ja, krijgen, ja, met goede wenkbrauwen. Ja. En dan is het niet alleen de pruik, maar dan doe je ook de visagie erbij, ja, natuurlijk. Ja, dan doe ik ook de visagie. En dan dus, heet het eigenlijk de griem. De griem, in zijn totaliteit. Visagie is eigenlijk bijna altijd mooi maken. Ja, terwijl dit, griem, voor dit soort dingen. Griem maakt iemand lelijk, ja, iemand oud. Ja, maar juist, mooi natuurlijk. Juist heel maar, anders, ja. En veel nadrukkelijker, ja, ook, omdat je, ja, in het theater zit. Ja. Ja, dan moet het extra natuurlijk. De zaal moet je ook een beetje, ja, kunnen zien. Ja, dat, zo is dat. Dus dan moet het extra op de huid. Ja, dat, ja, is wel heel bijzonder. Ja. Ja, want ik heb net inderdaad ook wat foto's van je gezien. Wat je allemaal gedaan hebt. Maar ik vind het echt heel bijzonder. Dat je echt in staat bent om mensen totaal te veranderen. Dat is een, ja, dat is een kunstvorm op zich, hè, natuurlijk. Ja. En dat is wel heel leuk om dat te... Ja, dat is heel leuk. Want wij vinden het ook altijd veel leuker om mensen een mooie heks. Vinden wij. Ja. En als je iemand sminkt, dan heeft hij ook geen hoofd meer. Maar nee, dan zeg je, ik heb een mooie kop gemaakt. Ja, geweldig. Zo heet het dan. Ja, oh, dat is wel heel super. Ja, hoor. Dat je daar echt een goed karakter. Ja. En je hebt altijd eerst contact met je regisseur. Want mm-hmm. Dat is jouw baas op, ja, dat moment. Ja, ja, ja. En die zegt dan ook, nee, die man die moet ja, een beetje zuurpruim, ja, achteruit, ja, oh, ja, zien. Nou, dan, ja, maak je daar en dan weet jij een al, scherpe, ja, neus. En, oh, geweldig. Ja, en dan even de persoon zien. Denk je, ja, oh, heeft iemand bijvoorbeeld zo'n heel bal gezicht? Ja, ja, om daar een zuurpruim van, ja, te maken. Ja, dat wordt dus, veel moeilijker natuurlijk. Ik kan zeggen, dat is een uitdaging op zich. Ja, want, ja, ja. Dus het karakter van mensen, zoals ze natuurlijk zijn, speelt dus ook mee in de wijze van griem natuurlijk, hoe ja, ze moeten gaan worden. Ja. Dus dat is per persoon natuurlijk ook weer verschillend, denk ja, ik. Ja, zeker weten. Ik vind het wel heel bijzonder. Dat, en dit, ook heel mooi maken, zoals, ja, ballet en zo, mooi, ja, met want, wimpers, ja, een beetje grote ogen. Dat je dat juist extra ziet. Dat is ook weer heel erg geweldig om te doen, ja. En dit is dus echt voor de loestieke wietwe. Dit is voor en de loestieke wietwe, dit, ja, is voor de kankan dan. Ja. En daarbij doe je rondom Sinterklaastijd ook nog een aantal dingen. Ja. Dus Sinterklaas, Zwarte Pieten, Kerstman ook? Ja, Kerstman ook. Oké, okay, ja, ja. Ja, dat is gewoon een leuke business. En, ja, natuurlijk. Hey, dus voor jou is december eigenlijk een topmaand, ja, natuurlijk. Ontzettend. Ja, in november al. Ja. De intocht verzorgen, ja, wij altijd. Ja, in, oh, mooi, door, mooi. En ik heb zo'n, ja, beetje 100 Zwarte Pieten kostuums. Zo. En ja, zo'n, ja, 25 Sinterklaasen. Ja. En dat gaat dan vanaf, ja, de intocht aan de lopende band door. Dus je kunt eigenlijk zeggen, Fanny, je bent ook een creatieveling in hart en nieren wat dat betreft. Ja, dat dus, best ja, geweldig. Ja. Nou, hartelijk dank voor je toelichting voor het geheel. En veel succes verder met het ja, prefabriceren, hoe zeg je dat, van de pruiken voor de loestieke wiet. Ja, ja, okay. En om even een indruk te geven, dit is ook de werkruimte. Ook hier zijn nog allemaal pruiken. En hier leggen we ook allemaal haarstuk, ja, in. Misschien dat we die nog even kunnen kijken. Hier laden, zien we, al die laden zitten, ja, vol met, geweldig, pruiken. Ja. Baarden en snorren is ook heel leuk. Ja. Allemaal zo, met de hand gemaakt door mijn, ja, vader nog. Zo, dus echt vakwerk dus. Kijk, die zijn allemaal geknoopt. Ja. En nou, ik vind het heel bijzonder. Snorren heb ik hierin. Ja, ik, ja, kan, geweldig, echt putten uit een hele grote, ja, collectie. Ja, geweldig. Dat is ook het fijne van dit, ja, vak. Ja, mooi. Dankjewel, Fanny. Alsjeblieft.